Ze staan allemaal klaar, we kijken nog even.
futuro van deze publieke mensen aan de kant staan. Voor deze hele grote groep die hier in concert gaat, willen de voorbereiding van de lichtgeur genoten op deze schitterende, mooie vrijdagavond, dag van allebei groepen, denk je, en dan een hardloopwedstrijd. Kan je Herman Moula, dat maakt het fijn als we met z'n allen zo onderweg kunnen voor niet alleen de topprestatie, maar vooral ook in de breedte, dat iedereen vooral geniet van die mooie hardlopen werken, dat blijft ze staan met de fitness aan het tochtje, dat die moet straks gelijk om in de grond worden. Want de eigen tijd, dat is natuurlijk straks belangrijk in de uit 2, 3, 1, tel, we gaan naar links aan ze. Ja, kijk eens. Het is nieuw weer voor een volgende zandvoort. En wat dat betreft, dan kruwelt het nog een beetje hier. Het kruwelt nog een beetje. Ja, 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 het kruwelt nog een beetje.
Thank you.
Thank you.
haalde haar op de marathon, maar ook op de 10 kilometer. En liep mij in de medaille in deze wedstrijd over 10 kilometer. Dan wel een halve marathon. En Erik Benjamins onder andere. Zagen daar ook weer van de Smeers. Daar natuurlijk onmiddellijk ook al die tijden voor een 10 kilometer. En Karel Doreleijers. Hij is de tweede man in de categorie mannen 50. De prachtige winnaars voor die DSM 10 Engels. 150 gelukkige dames en heren maakt deze wedstrijd mogelijk. En dat is een goud van de organisatie hier. Binnenkom van Dennis van der Bel. En de rode bosnummers Renze Bies. Mooi gedaan, jongen. Ruis uit Hardenberg. Heinz Stroeven loopt voor de 10 kilometer. En dat doet ook meneer Denter. Adrie Denter. McDonald's 10 kilometer zijn nog altijd bezig. We hebben hier een volgende dame in de wedstrijd. En met startnummer binnenkomt ook van Benny Kossen en ook Savannah Warming. En dit is een McDonald's 10 kilometer. En ook de prikkel van Marleen Herbert. En natuurlijk daarachter Manon. Die doet het fantastisch. In de wedstrijd over de Vechtsteden. Notaris, een halve marathon. Tweede dame. En dan zullen we binnen. Dat is het begin.